Je moet gewoon trekken, jongen. Ja, gewoon trekken, jongen. Hoppa! Wat geluid. Ja! Stang. Vandaag voelen we ons als kleine kinderen in een snoepjesfabriek. Ja, alleen in deze fabriek wordt even net wat anders gemaakt dan snoep. We werken vandaag namelijk in een... Sekspeeltjesfabriek. Sekspeeltjesfabriek. Kom. Let's go! Waar moeten we heen? En dat doen we niet zomaar ergens. We zijn in de grootste sekspeeltjesfabriek van Europa. 45 medewerkers maken hier 800.000 sekspeeltjes per jaar. Meerte is de Nederlandse ambassadeur van deze sekstooifabriek. Zij leidt ons vandaag rond en gaat ons inwerken. Ja, wij komen voor jouw werk vandaag. Ja, tof. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Hoe vind je dat? Ja, tof. Ja, jullie kunnen straks aan de slag en we gaan dildo's maken. Ja, ik zie ze ook overal. Kijk, ik zie ze overal liggen. Had je deze hier stiekem neergelegd alvast? Ja. Wat is dit? Ja, je kan er eigenlijk een soort op rijden. Dus je kan hem op de grond of in de douche vastzetten en dan kan je erop gaan zitten. Maar ik zie er twee. Ja, het kan voor allebei. Je kan de ene kant gebruiken, je kan hem als voorbeelddildo gebruiken. En waarmee kunnen we jou allemaal van dienst zijn vandaag? We gaan vandaag de dildo zelf maken. We gaan eerst laten zien hoe we het design maken van bepaalde sextoys. Oh, ja. Daarna gaan we ze testen. We hebben een soort test voor jullie klaargezet om te kijken of die goed blijft plakken. Aha. En of er geen rare bobbeltjes in zitten. Okay. En of die klaar is voor de verkoop. Helder. Ja. Aan de slag, aan de arbeid. Ja. Nou, hier beginnen we eigenlijk met de binnenkant van de vibrators. Die worden hier gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje wat de vibrator eigenlijk levend maakt. Dat hij dus gaat trillen of pulseren. Oh, natuurlijk. Zitten die de hele dag te lassen gewoon een beetje? Ja, dus die zijn hier alles eigenlijk met de hand stuk voor stuk aan het maken. Zodat het echt het is allemaal handgemaakt. Is het allemaal handgemaakt? Ja. Oké, aan de slag. Eerste taak, dildo's ontwerpen. En dat doen ze hier kleiend. Ik ga aan Simone geven en die gaat je alles erover vertellen. En dan hou ik jullie zo weer op. Hi, Hi Rose, I'm nice Simone. Hi, Ralf. Hi, nice I'm to Simone. Meet you. Hello. So you're the head of design. Yes, yes, yes. So what does that mean exactly? That means I'm in charge for the development and this is a big project. Mm. Mm. And where do you start when you make something? We start with some sketches. For example, here we have different steps for a man's sleeve. So you can see how ugly it was in the beginning and how beautiful it is later at the end. What does this toy do? This is the end result, and this is for a man. So, and can I feel it? Yeah, of course. Oh, you need to feel it, actually. Yeah, but because it goes in. Okay, look. So, yeah, you lose your mind when you really. Yeah. Okay. So that's the reason, because this is a feeling what we want, and that's the reason why we make so many different toys. How do you go from one step to the other? Who's telling you that you need to change this one into that one? Because we test every sample, and for example, we make from this one 10 prototypes. And we ask people to help us, please test it and give me feedback. And that's very easy to find people who want to do it. It's easy to find. Me, please. Yeah. Why not? You can test the sex toy for free. Yeah, right. What is this? Is this like, if I have to compete against this, I'm giving up right now. Because this is, how does this work? This is a double dildo. All right. So two people can use it in the same way. Oh wait, how? So you put this in a vagina, this part. Yeah. And here you can anal or vacuum cleaning. Yeah, sorry. And so you can use it in this way. Oh, that's one nice. One possibility, yeah. Can you tell me what makes a good dildo? Or a sex toy. So first you have to know what you want. When you want to make the perfect dildo, is it anal or for women? So what do you want? Which size do you want? Mm. And
Can I hold this good in any position? When I lay on the bed, on my back, or when I stay, or when I stand up on a chair, or I'm in a bathtub, or whatever. A bathtub. A bathtub. Okay, yeah. Yeah, so functionality. Right, right. So we have to think of what we want. Okay, what do we want? What do you want? So I think I want to have one into the butthole and one into the vagina hole. Are you already happy with what I'm doing? Try harder. Okay. Okay. Okay, so I don't want something for penetration. I want something for clitoral stimulation. No, wait. I want clitoral and penetration. Okay. Roos, jij bent toch wel echt iets meer van het kleien dan ik, denk ik. Wat vind je hiervan? Would you use it? What is this? What I want is that you can also stick it to the floor, you know? Yeah. So I think this is it. And what goes where? That's not bad. It's not bad, right? Yeah. I think you can choose, actually. They look like two lovers. Right? You can put eyes in them. Okay, so this needs to go on the clitoris. Yeah. And then this needs to go inside the vagina. Mm-hmm. And then you don't see it, but inside here is like an electrical thing. Yeah. And this goes like this. Cool. This is cool. Als dit het werk is, wat je moet doen, lekker kleien. Fantastisch, en seksspulletjes maken, dan ben ik verkocht. Maar ook leuk dat je gewoon echt mensen hiermee kan helpen. Dat je gewoon een soort focusgroep hebt die zegt van nee, ik mis dit of ik mis dat. En dan kan je dat de wereld inbrengen. Ja. Ik ben gegaan voor een soort alien concept. Je hebt twee mannetjes die naar elkaar kijken. Eentje is net iets groter dan de ander. Deze gaat namelijk in de vagina. Okay. En deze gaat in het anusje. What do you think? Ja, cool. Cool. Ja, outstanding. Outstanding, all right. Yes. I would buy it. All right, thank you. And this is mine. It's the curl. Wow. This goes on the clitoris. I forgot. And this goes into my vagina. My vagina. Look. This is the curl. So, can we make this today? Today it's a little bit hard. So we have to do a little bit more on this shape, but maybe in a year you can pick it up. Okay. That's a deal. That's a deal. Een heel jaar? Daar gaan we niet op wachten. Wij maken hun prototypes wel. Want de volgende taak is dildo's maken. Dan zie je hier eigenlijk alle soorten siliconen met lila, pastel, blauw. En dan kijken we hier op de kleurenkaart van welke dildo wil je welke kleur hebben. En dan zeggen we nou, vandaag willen we roze, of dan kan je dus kiezen. Hallo. Hallo. Ik ben Roos. Robert. Hi. Hallo. Ralf. Robert. Hubert. Jij bent de baas over het dildo trekken? Ja. Hoe en werkt gieten. Dat? En het gieten. Oh, ja. En het gieten. Ja. Want je moet het eerst gieten. Ja. Dus, hoe doe je dat? Dat doe je eigenlijk in twee fasen. Je hebt de hoofdfase, gewoon de dildo. En dan komt er nog een rode voet bij. Dus hij komt er zo uit te zien, uiteindelijk. Dit is hem. Dit wordt hem. Precies. Zonder knop. Dat is hem, maar daar komt de knop nog binnen. Oké, okay. Ja. Oké. Okay. Dan ga je die hier, dat noemen we snekken. Dat hoeft niet in het Nederlands te worden. Snekken. Ja, oh, snikkel, dacht ik. Dan ga ik het aanzetten en dan gaat de machine. Dat, hier komen ze samen. Nou, wat bevredigend. En moeten we het stoppen? Moeten we hier iets mee doen? Oh, hij stopt zo. Nee. Oh. Okay. Maar dan komt nog de rode voet bij. Oké, okay, en dan niet aan de andere. Het moet echt een beetje. Ja, niet in het midden, nee, daar. Yeah. Oké, okay, en nu dat. Ja, nu dat. Hier is een zware knop. Ja. Gaat hij nu vanzelf? Dat schakelt vanzelf uit. Oh ja, gaat vanzelf. Stop, stop. Oh, is het te veel? Goed? Nee, dat is prima. Okay. Dat is goed. Nou,
Best simpel, lijkt me hier een beetje in de fabriek werken. Een beetje wat siliconen schenken. Soms bijvoorbeeld op een knopje drukken. Toch? Kind kan er wel eens doen. Dat is wel makkelijk. Maar kijk ook even hoeveel er hier worden gemaakt. Ja, echt niet normaal. Ik heb wel echt heel veel zin om hier mijn vinger in te duwen. Ja, ik ga het niet doen. Maar dat ziet er... Ah, toch? Nou, dan zijn we er al bijna. Goed, oké, dan hebben we er 20 in totaal. Ja. En dan gaan we de 20 ploppen. Ik ben zo benieuwd. Om het los te kunnen krijgen, moeten tenminste 2 hoekjes losgemaakt worden. Oké. Okay. Dus dat, soms is het zwaarder, soms is het lichter. Maar precies bij deze product is het een beetje... Doe je dit nou met een hele kleine dildo, Hubert? Ja. Ja, zo. Ja, dat is geen dildo, maar het is gewoon... Hoe noemt het dat? Dat is een plopper. Ja, een plopper. Ja, okay. Hey, kijk, daar gaat die. Deze is los. Oké? Okay. Ja? Dan moet je gewoon die tegen dildo of zo... moet je gewoon opzetten. Maar dit is een precies. Grap. Ja. Nee, ik kan nou, alles hier is een dildo, Hubert. Ja, hoe kan dat nou? Ja, ik weet het niet hoe zich dat noemt. Contra-dildo of tegen-dildo, ik weet het niet. Contra-dildo. Of contra-dildo, ja. Hier met een beweging voor en terug en tegelijkertijd trekken. Ja, zodat het helemaal vrij is. Ja. En dan gewoon... En dan met de 2 vingers naar onder gaan. 2 vingers naar onder. Is dat zwaar? En dan, oh. Nee, het is heel licht. Het is niet zwaar. Scheetje. Oké, okay, heel licht, zeg je. Dat okay. Kan zelfs ik. En ik zie er hier 20 staan. Hoe lang doe jij erover om deze allemaal te ploppen? Ja, dat, normaal gesproken gemiddeld 10 minuutjes. 10 minuten? Hangt vanaf, want soms zijn ze zwaarder te trekken, soms zijn ze een beetje lichter, maar dat hangt vanaf. 10, 11 minuutjes of zo. Ja. Dus als we dit samen zouden doen, dan zouden we binnen 5 minuten klaar moeten zijn. Met 2 mensen? Ja. 5 minuten pp. Ja. Oké, okay. Let jij op de tijd? Ja. Oké, okay, top. Top. Wanneer beginnen we? Nu. Nu? Oké, okay, go, go, okay, go, go, okay. Go, go, go. Oké. Okay. Snelheid, hè, Roos? Kleine dildo om de hoekjes mee los te krijgen. Jezus, wat ben ik aan het doen? Heb jij al één? Moet je eerst 1 hoekje doen? Pak een dildo erop. En dan... Oh. Nou, had jij een hoekje? Yes, ik heb mijn eerste. Je okay. Moet gewoon trekken, jongen. Ja, gewoon trekken, jongen. Hoppa! Wat geluid. Oké, okay, nou, nummer 1. Had jij al 2 hoekjes los toen je dat deed? Je hoeft niet al die hoekjes los, jongen. Oh, jawel. Wacht. We gaan... Ja! Oh, hoe krijg je dit er dan af? Oké. Oké, 1. Oh, dit gaat zoveel moeilijker dan voorop. Jezus, ja. Waarom? Oh, het is echt moeilijk. Gebruik ze een dildo om een andere dildo eruit te trekken. Vingers eronder. Nou. Trekken. Hop. 2. Het ziet er zo dom uit. Maar het is echt zoveel zwaarder dan het lijkt. Hoppa. Tang. Op hoeveel zit jij? 2,5. Jij? Roos, kom maar. Hoe heb jij er? Dit wordt mijn... Oké. Okay. 4e. Oeh. Hubert, hoe lang nog? Jongens, nog 1 minuut. Nog 1 minuut? Schiet op, Roos. Ja, dit lijkt nergens op. Oh. Hij is nog warm. Heb je ooit een warme dildo, een verse warme dildo in je hand gehad? Echt een aanrader. Nou, we gaan door. Nog 10 seconden. Ja. Kut. Yes! Ja, echt? 8 heb ik er nu, jij? Het lukt gewoon niet. Ik voel dit puntje, is helemaal warm. Oh, dat is wel lekker. Oh, dat is zwaarder dan ik dacht, man. Holy shit. En hij doet er 20, hè? Hè, hoe dan? In zijn eentje. Ja, misschien zit hij zo met 2 handen zo naast elkaar. Hubert, ik weet niet hoe je het doet. Tijd voor de laatste taak. Testen of de dildo's klaar zijn voor gebruik. Nou, er zijn 3 criteria waar je op moet letten. En, we beginnen met kleur. Dus nou ja, is de kleur goed of zitten er... nummer 2 is dan zeg maar de bubbels. Dus als er een bubbel in zit, dan kan er een bacterie inkomen. En dan, dat is niet goed voor je. Dus okay. Goed kijken of er dan niks mis is. Oh, hier zit wel een soort... Kijk. Is het dan goed? Nee, dat is eigenlijk een fout. Dus is dit al afgekeurd? Ja, die is al afgekeurd, ja. Maar dat maakt toch helemaal niet uit? Ja, het is eigenlijk meer de aesthetic dat hij dus perfect lila moet zijn. En als dat niet dat zo is, dat is de kwaliteit dan, hè, van jullie. Ja, precies. Ja. Nee. Dus ja, die is afgekeurd. Ja. Deze zijn afgekeurd. Deze zijn goed.
Ja, nou, top. Wacht. Hé, hey, kijk, hier zit een soort hapje. Oh, ja, nee, ook niet goed. Heb ook afgekeurd. Hè? Wordt gewoon alles afgekeurd? Hè? Nou ja, dit kan gebeuren, dat heb je net een fout gemaakt. Oké, en dan met deze hebben we nog... Ja, dan de laatste quality test. Ja. Dit is glas. Dus je mag 2 dildo's op het glas plakken. En als ze goed blijven zitten en je kan met het glas schudden en het valt niet kapot. Is het echt hoe jullie het testen? Ja, dan is het goed. Nee joh. Wat? En 2 tegelijk? Ja. Zullen we er allebei een soort omhoog tillen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Okay. 1, 2. En nu moet het rondlopen, hè? Nu moet ik een beetje... Nou, als hij goed blijft zitten, dan is het goed gekeurd. Ja, ja, okay. Dat is natuurlijk wel het doel. Volgende. Oké, goed. Ja, ze suiker. Rondjes rijden. Het dildo trekken was wel echt veel zwaarder dan ik had gedacht. Ik vond het wel leuk om de hele dag met allemaal pikken om me heen te werken. Gewoon overal, toch? Ik heb nog nooit zoveel pikken gezien als vandaag. Het leukste vond ik de design room. Ja. Daar kon je eigen dildo ontwerpen en dat vond ik echt geweldig. En hopelijk is die voor mij over een jaar te zien. Ik vond dat ook echt, ik vond het trekken, handwerk, vond ik wel echt pittig. Ik vind het zo vet dat je gewoon producten kan maken voor mensen die iets missen. Ja. En dan breng je ze op de markt en hebben gewoon nog meer mensen een orgasme. Ja. Ja, maar oprecht, dat lijkt me heel vet om dat te doen. Ja. Hoe vond jij dat we deden? Ja, goed. Ja, dildo ploppen kon iets sneller. Dat was niet zo snel als wat Hubert het zou kunnen. Ja. Ja. Maar verder, ja, waren jullie goed. Ja, jullie zouden voor mij betreft aan de slag kunnen. Ja, echt? Ja. Nou, leuk. Nou, dan schud ik je de hand. Ja. En dan zie ik je volgend jaar. Ja.